tijd komt hij niet meer. Dat is jammer, hè? Dat komt misschien wel omdat hij druk bezig is met de jurering van alle geluidvindingen. Geluidvindingen die jullie zelf hebben gemaakt en ook andere uitvindingen. En die uitvindingen hebben jullie dan ook waarschijnlijk gestuurd naar professor Decibel. Want daarom is hij er zo druk mee natuurlijk. Maar ik heb hem even gebeld. Ik mocht hem wel even storen. Ik mocht dus niet persoonlijk langskomen. Ik mocht hem wel storen. Want hij heeft namelijk iets gedaan met een satellietverbinding of zoiets. Nou hoop ik dat het lukt, want ja, je kent de man. Hij is een beetje warrig. Zien jullie al wat? Hallo? Zien jullie wat? Hallo? Volgens mij... Professor Decibel, u kan beginnen hoor. Testing, testing. Ja, kom er maar in. Bent u daar? Professor Decibel, wie u wel? Ik ben professor Hey, Drans, wat is dat nou? Ja, dan moet ik toch even naar beneden, hè? 1, 2, hops. Zo. Oh, juist, ja. Namelijk. Oh, dan ben ik nu dus in beeld, hè? Logischerwijs. Ja, natuurlijk allemaal via de satelliet, hè? Dan helemaal lijf, hè? Met mijn hele lijf van tot de teen in de uitzending. Ja, eens even kijken. Dit is dus mijn laboratorium, hè? Ja, beste telekids en beste mevrouw Moois. Ik heb me toch een hele reuze verrassing. Ja, want ik heb dus mijn persoonlijke jurymachine eindelijk klaar. Ja, het is natuurlijk nog in het beginstadium. Het moet nog een paar dagen oefenen natuurlijk. En ik zal hem wel eventjes uitleggen, hè. Want ja, dat kunt u natuurlijk niet begrijpen. Maar dat geeft niks hoor. Dat zal ik gewoon even uiteenleggen. Even deze draadjes weg. Ja, dat was toch wel handig hoor. Want deze draadjes heb ik dus overgehouden van mijn touwtje, hè. Zo. Nou, die hebben we dus even niet nodig. Eens even kijken. Eens even zien. Nee, dat is het niet. Ik had namelijk een paar dingetjes opgeschreven om het heel goed uit te kunnen leggen, hè? Ja. Touwtje hebben we gehad. Piepstof, 7 flups. Ja, hier heb ik het. Nou, kijk, dit is hem dus, hè? En dan gaan hier die draadjes van A naar B. Ja, en dan gaan ze dus via de filtercoëfficiëntie en de wisselstroomselector, hè, daar. Dan gaan ze dus gewoon door de overstroomsgewijze hydromachine, hè? En dat loopt dan hier zo ongeveer. Nou ja, en dan nog een draadje zus en zo, hè? En dan uiteindelijk komt alles samen in de hupsameter. Ja, dusdanig. Dus dat is dus uitermate snugger, niet waar. Oh, dit is dus het interessantste gedeelte, hè, van mijn jurymachine. Ja, dat ziet er ook het drukst uit, hè. Het is namelijk zo dat hier gaan dus de brieven in. En gaat deze jurymachine dus kinderen uitzoeken. En dat worden dan dus de kandidaten, hè. Ja, want dit is dus natuurlijk met deze brieven erin en zo rondom. Is dit een overloop doordraai selector, als het ware, hè. En via zoekt dus de jurymachine enkele kinderen uit die dan de kandidaten zijn. En dusdanig, hè. Ja, dat is een tussendoorse. Kijk, onderkruipsel is een soort event van robot, zal ik maar zeggen. Hè? En je kan dus allerlei dingen wegbrengen en ophalen, zoals de boodschappen of je oma. Hè? Ik zal het even uiteen demonstreren. Onderkruipsel, haal de brieven. Onderkruipseltje. Ja, je ziet het, hè? Nu gaat u dus de geluidvindingen van de kinderen ophalen. Ontwijs.
daar heb je hem alweer. Dank je wel, onderkruipsel. Nou, ga nou maar eventjes uitrusten, hoor. Nou ja, kijk, hè. En dan is het dus zo dat deze brieven, die gaan dus allemaal in deze treintjes, hè, zo. En dan drukken we op de knop en dan begint de jurymachine te juryen, hè, vanzelfsprekenderwijze dus. Spannend, hè? Ja, ik rijd er helemaal van over mijn toeters. Ja, van al dit gedoe. Ja. Oh, kijk eens. Daar komt de uitslag al aangezweefd. Oh, wat zijn het er veel. Ja, eens even kijken, hoor. Ja, nou zeg, het zijn er wel 7.